Morgen. Ik heb net een koffertje gezet en ik ben aan het chillen buiten. Zo'n lekker weer. Ik heb een badjas aan, ik ga helemaal dood. Ik ben aan het chillen met mijn katjes. Die andere is al ver weg. Maar deze blijft altijd in mijn buurt. Dus een beetje. Ja. Aan het chillen hier voor de deur. Lekker hè? Kijk, kijk. Oh, what a good life. Wat een goed leven heb jij, kind. Lekker hoor. Inmiddels is Nessie weer thuis. Hij had de katten even naar binnen. En ik heb me even klaargemaakt en omgekleed. Ik laat jullie even mijn outfit zien. Hi Nessie. Wij gaan zo lekker naar het terras. We hebben echt zin in een buitenterras. Het is echt zo lekker weer. Ik heb zelfs sandaaltjes aan. Ik ga stuk. Ik laat je even mijn outfit zien. Deze licht is echt zoveel beter dan net. Het was echt veel donkerder. Maar goed, ik vind mijn haar echt mooi. En wat vind je van mijn nieuwe haar? Prachtig. Nessie vindt mijn nieuwe haar leuk. In ieder geval, ik heb een nieuwe blazer aan. En deze is van Come Get Fashion. Ik vind deze echt zo tof. En hij is gewoon zo heel lekker licht. Echt ideaal voor de lente. Je kan dit zelfs in de zomer aan. In de avonduurtjes. Ik heb mijn nieuwe ketting aan van Mimonada. En mijn Zara broek aan. En dit is een beetje mijn outfit. Oh ja. En ik heb de sandaaltjes aan zoals ik zei. Maar ik weet niet hoe ik hem laat zien. Dit zijn mijn sandaaltjes. En die zijn van de Pri. Dit is een beetje mijn outfit. Ik vind het echt leuk. Ik heb heel veel spullen weer gekregen van Come Get Fashion. En die laat ik denk ik morgen in de vlog zien. Omdat het dan nog goed belicht is. Want het is nu best wel aan de late kant en we moeten nog eten. Dus dat komt morgen in de vlog. Dan weten jullie dat. Goals! 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 Waarom goals dan? We hebben niet gematcht vandaag. Dit is gewoon in de lift goals. Leuk hoor. We zitten inmiddels in de auto. Nou, we staan inmiddels in de file bedoel ik. Ja. We waren heel aan het discussiëren waar we naartoe zouden gaan, want we willen heel graag op een terrasje zitten. Maar we zitten eigenlijk nooit op een terras. We wisten echt helemaal niks. Ik ging lopen googlen naar tentjes, dit en dat. Maar ja, het is of een beetje zo te Hollands voor ons, want wij willen nog best wel Turks eten of zo. Of van de Turkse tapas, weet je wel. Maar ja, je hebt gewoon heel weinig opties of zo. Dus waarschijnlijk, heel waarschijnlijk, gaan we naar Meram, hè? Nes? Ja, want ik heb ook zin in shisha. Loepen dan met QC te appen? Nee, hij zegt kijk ook eruit hier vandaag. Waarom? Verpleegerspak aan. Volgens mij is die voor de. Nee, maar ik denk dat het waarschijnlijk weer Meram wordt. We waren aan het twijfelen tussen Meram of Bazaar. We hebben besloten dus om naar Meram te gaan. We gaan daar eerst even langs rijden om te kijken hoe druk het is. Zodat we even kunnen besluiten of we daar wel of niet heen gaan. We zijn nu al in Rotterdam West. We zijn nu bij Meram en wij zitten zeg maar onder bij het shisha gedeelte. En zijn boven hier heel graag zitten. Ja, we hadden eigenlijk ontbijt bestellen, maar die man zegt ja, we nemen alleen ontbijt tot 2 uur, het is al bijna 4 uur. We hebben nog niet ontbijt, dus we wouden zo'n uitgebreid ontbijt nemen, maar het is een beetje raar natuurlijk om 4 uur. Dus we gaan gewoon gelijk avond eten. Ja, en ik wil ook gelijk eventjes zeggen, dankjewel alle mensen voor alle lieve reacties. Ik lees ze allemaal. Dat vind ik schattig. Maar ik vind het ook heel lief van de mensen. Kijk ook altijd naar mijn video's. Jij kijkt altijd naar mijn video's hè? En dan lees je ook alle reacties. Soms zie ik wel de wc zitten en dan sta ik gewoon door de reacties heen te scrollen. Ja, weet je, het is, omdat ik zelf niet meer vlog, ja. Vind ik het bij jou soort van nog interessant. Of ja. Maar, Oh, mijn hand. Oké, okay, dag. Dag. Het is ons eten. Ik ga kufte eten en Nessim de rijst. Ik heb een salade besteld. Nessim gaat linzensoep eten met een broodje. Wat voor broodje heb je eigenlijk? Kufte ook, of nee, niet? Nee, lam. Oh. We hebben net lekker gegeten bij Meram en wij gaan nu op zoek naar een ijsje. Tenminste, Nessie wil een ijsje eten en ik denk dat ik gewoon een koffietje of zo ga drinken nog. Leuk hè, Ness? Gezellig hoor, het is echt zo lekker weer. Echt niet normaal. Alleen we konden net niet buiten zitten, want het terras van Meram ja, dat zat in de schaduw. Dus we hebben toch binnen gezeten, dat is wel jammer. Waar rij ik heen? Ik denk dat je gewoon richting de stad moet of zo. Witte de Wit. Ik ga helemaal stuk. Nessie heeft net onbewust een chick versierd. Nou. Wel. Nee. Weet je wat er gebeurde? Wij reden langs een ijssalon. En het was daar vet druk. Dus Nessie keek uit het raam en zei: zo! Zo! Het is fucking druk. Dus zo'n chick voelde zich aangesproken. Ik keek ook van, oh hij zegt tegen van, zo. Zama. Ik zeg, Nessie. Fuck these bitches. Je moet oppassen met wat je doet. Want vrouwen denken tegenwoordig echt snel dat ze versierd worden. Sorry, maar ja. Ik keek gewoon naar het ijs. Ik moest gewoon lachen. Oh. Dat was echt verschut. Simit heeft ook gewoon lekker. Wat heeft ze? Die hebben maar geen lekkere toetjes.
Thomas, heel veel rondgereden om vervolgens in de file terecht te komen. Midden in de stad hadden we niet zoveel zin in. Dus wij zijn nu bij de markthal. Bij de markthal. We gaan daar een huisje halen voor Desi. En ik ga even kijken wat ik daar kan vreten. Lekker hoor, gezellig. Wat een dagje. Yeah, yeah, yeah. Weet je dat je bij de markthal ook gewoon op het terras kan zitten? Bah. In de markthal en Nessim gaat een frozen yoghurt nemen met lekker aardbeidjes. De papzak, de frietzak. Wat ga je erin doen? Thumb nuts, chocolate. Thumb nuts. Chocolate nuts. Weet je wat mij echt lekker lijkt? Die speculaas. Oh, dat ga ik niet doen. Dat ziet er vet goed uit, Nes. Lekker hoor. We zitten inmiddels op een terrasje bij Jimmy Italian en ik heb een lekker koffietje besteld hier. En het is hier echt heel erg gezellig. En Nessim heeft niks, heeft net lekker zijn ijsje op gegeten. En Nessie wil hierin. Ik ga hem al stuk. Kijk. Jongens, drie keer raden waar wij in zitten. Gezellig in Nessie. Nessie is gewoon bang dat we nu heel hoog zitten. Ik ga hij schommelt. Ja, hij schommelt. Als ik het zo doe, wordt Nessie dus bang als ik beweeg. Leuk hè? Ik vind het wel gezellig. En nu? We moesten eigenlijk iets bestellen om te eten ofzo. Dat kon je ook nog. Dat kunnen we hier niet. Hallo? Wat moeten we aan doen dan hier? Ik ga jullie iets bestellen. Nee. Oh, is dat echt wel een beetje als je gewoon zo mooi kunt doen? We zitten nog steeds niet op hoogste punt, hè? Niet hoog. Oh god, het is echt vet hoog. Oh my god. Ik weet niet of ik dit heel leuk vind, hè? Oh my, dit was jouw idee, hè? We zitten nog steeds niet op het hoogste punt. We moeten nog hoger. Oh my god. Het is zo hoog en Nessie is bang, heeft geen zin meer in wat zijn idee was, alsof het mijn schuld is. Nessie, kom anders naast mij zitten, of wil je dat niet? Ja. Of kan het niet in balans houden? Zeg, nee, blijf daar alsjeblieft. Denk ik inmiddels al een uurtje thuis of zo. We gaan nu even snel samen naar de appie, want we hebben niks thuis. En morgen komt pas onze boodschappen van picknick. Dus we gaan even naar de appie om even pure chocola te halen. En wil ook mozzarella of zo voor in mijn salade. Want ik heb weer een beetje, trek. Ik zit niet zo vol. Ja, we gaan dus even naar de appie. Wat ik nog wel zeggen, gisteren heb ik dus die lipstick uitgeprobeerd van Maybelline. En toen ging ik er ook nog mee slapen en werd ik wakker. En dat zat er gewoon nog op. Ik vond hem zo irritant, want hij ging er gewoon niet af. Maar het blijkt dus wel weer dat het heel goed is. Maar ik ging er gewoon echt niet af. Ik ging echt zo scrubben alles wat hier af ging. We zijn net terug van de Albertijn. We hebben lekker melk gekocht. Lekker hè? Lekker dinari. Ik ga nu even een salade maken voor mezelf. En Nessie gaat kufte eten, want we hebben van de Meram nog kufte meegenomen, want dat is de oven. Ik ben echt zo'n gewoontedier. Laatst wil ik heel de tijd hetzelfde eten. En dan, maak ik elke keer zo'n salade met mozzarella, tomaat en komkommer. Gewoon door het simpel. Ja, maar ik heb daar gewoon heel de trek in. Wat? Hier, dat is voor Shabby. Nou, ik leg het hier voor je. Dus, die Dino is echt gierig, man. Ik was het aan het uit, weet je dat? Ja? Uitdelen? Ja, gezegd uit een fles drinken. Ga dan pakken, joh! Ik heb even avocado gesneden, want dat ga ik ook erin doen dit keer. Maar ik wil even melden, ik heb laatst heel veel mozzarella gehaald, maar ik vind deze toch het lekkerst. Lekker mozzarella met avocado en tomaatjes erbij en dan dressing maken. Zo, net de dressing gemaakt, ik heb trouwens nog rode ui toegevoegd. Dus hierin zit pesto, olijfolie, citroen, zout, peper. En that's it. Echt deze combo vind ik zo lekker. Oh, kijk, Nessie's eten dan. Nessie moet altijd overdrijven. Kijk, dan heeft hij kufte. Heeft hij zo de cheddar cheese opgedaan. Heeft dat smelt in de magnetron. Oh my god. Dit ruikt zo lekker. Is het ook. Ik ga een beetje... Echt, respect voor jou. Ik ga een beetje dingen maken. Hoor je dat met die burger? Hij gaat een Shake Shack burger maken, met zegt hij. Met en uitjes. Oh! Goals. Dan moet je zo pletten altijd. Niet doen. Jawel, dat moet. Zo ziet het toch ook uit bij Shake Shack. Jawel, en dan moet je eigenlijk zo een beetje zo laten glimmen.